Kampong speelde met rouwbanden. En voor het duel tegen Laren werd 1 minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag in Utrecht afgelopen maandag. Laren mist een drietal speelsters en niet de minste. Mila Muizelaar, Maxime Kerstholt en Klaartje de Bruin zijn er vanwege blessures niet bij. En dat scheelt enorm voor de ploeg van coach Robert-Jan Cox. Dit is de beginfase van de wedstrijd. De kans voor Gigi Oliva van Kampong. Maar goede redding van Carlijn Adank in het doel van Laren. Zo blijft het 0-0 in die openingsfase van een aantrekkelijke wedstrijd. Dan een goede actie hier van Gabrielle Mors. Paas is goed op Margot Zuidhoff, een van de internationals van Kampong. Gaat goed door. Haar bal gaat via een stik van de Laren verdediger. Ze komt hij terecht bij Nina Nootman, de Duitse international. En die haalt in één keer uit en passeert Carlijn Adank. En zo is het 1-0 voor Kampong. Na 14 minuten spelen. Goeie goal van Nootman. Bente van der Veld met een prima actie. En zij pakt hier een strafcorner. Want de bal gaat op de voeten bij Nina Nootman in de cirkel. Dus een strafcorner voor Laren. En daar hebben ze Lieke van Wijk voor. De push van Wijk op het masker van kiepster Alexandra Heerbaert. Ze had het zelf niet door, maar die bal ging op haar masker. Maar er niet in. En ook in de rebound kon Laren niet zorgen voor de gelijkmaker. Dit zijn beelden uit de tweede helft met nog steeds die 1-0 voorsprong voor Kampong. Oliva met de paas op Nootman. Rechts loopt Kiki van Wijk vrij. Krijgt de bal niet, maar hier ontfutselt van Wijk de bal aan Bieke Wijnmalen. Gaat goed de cirkel binnen. Haar voorzet komt terecht bij Pam Imhof. Die mist half. Maar heel attent gereageerd door Michelle Simons bij de tweede paal. En zij scoort de 2-0 voor Kampong. Dan 9 minuten voor tijd haalt Robert-Jan Cox, de coach van Laren, kiepster Adank eruit. En Fleur Kok neemt het hesje van een elfde veldspeelster. Het levert Laren niet veel op, behalve deze kans van Eline van Erk. Maar die bal gaat naast het doel. En zo blijft het 2-0 voor Kampong. Bloemendaal in de oranje shirts, de nummer 10 van de ranglijst, ontvangt op het kopje Amsterdam. Dat in het zwart speelt, de trotse koploper van de competitie. Hier een aanval van Amsterdam. Inzet van Felice Albers. Dat levert een lange corner op voor Amsterdam. Uiteindelijk komt de bal terecht in de cirkel bij Jasmin Geerlings. Die haalt in één keer uit. Goeie goal van dit talent van Amsterdam. En zij brengt na 20 minuten Amsterdam op een 1-0 voorsprong. Dan doet Bloemendaal iets terug vlak voor de rust. Hier is het de voorzet van Nina Rijnen. En bij de tweede paal is het de tip-in van Meerte van Kesteren. Goeie goal van Bloemendaal. Voorzet van Rijna aan het afmaken van Kesteren. En dat is ook de ruststand 1-1 op het kopje. Dan een strafcorner voor Amsterdam. Geen directe push van de goede, maar een variant op Charlotte Vega. Hij is bekend, deze variant. En Charlotte Vega met haar vijfde treffer van deze competitie rond dit feilloos af. En zo is het 2-1 voor Amsterdam. Nauwelijks een minuut later is het weer Amsterdam met de goede actie van Kitty van Malen, de ex-international. Goeie goal van Malen. En dan is het 3-1 voor Amsterdam. Is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. Maar Amsterdam dat vorige week knap met 2-1 van Den Bosch won, gaat door. Het is Charlotte Vega met haar tweede van de avond. Haar zesde van de competitie. Zij brengt de eindstand op 4-1. Goeie overwinning voor Amsterdam. SCAC speelt thuis in het rood tegen Hurley, de nummer 7 van de ranglijst. Terwijl SCAC de nummer 2 is. Dit is de beginfase van de wedstrijd. De bal komt terecht bij Julie Brinkman. Raakt die bal half, maar passeert wel kiepster Van Deden. En brengt na 7 minuten SCAC op voorsprong. 1-0 dus voor de ploeg van coach Nettie van Maasakker. Het was eenrichtingsverkeer vanavond tussen SCAC en Hurley. Hier wordt het 2-0 door Kira Fortuyn. Die een goede aanval afrondt, opgezet door Xander Waard. Een van de internationals van SCAC. Een paar minuten later is dit Ginella Zerbo met een goede actie. Wordt daar op de stik geslagen. Dus is het een strafcorner voor SCAC. Terecht gegeven door de scheidsrechter. Zerbo nog steeds de topscorer in de hoofdklasse met 18 goals. Dit is de strafcorner van Kaya van Maasakker. Stop van Deden, maar uiteindelijk de rebound benut door Xander Waard. 3-0 voor SCAC.
Dit allemaal nog in de eerste helft. Dirkse van de Heuvel. De bal wordt onderschept daar door Xander Waard, die een goede wedstrijd speelde. De bal komt op de voeten van een verdedigster van Hurley en weer een strafcorner voor SCAC. Weer van Maasakker achter de bal. En dit keer gaat hij rechtstreeks in. Van Dedem helemaal geklopt in de lange hoek. Goede corner van Maasakker. En de ruststand is 4-0 voor SCAC. En dat gaat in de tweede helft gewoon door. Hier weer een kant voor Zerbo. Maar het is een strafcorner omdat Van Dedem op de bal gaat liggen. Dus is het weer een kans voor Van Maasakker. Terwijl de scheidsrechter fluit voor het einde van het derde kwart. Moet die strafcorner nog genomen worden. En Van Maasakker neemt hem nu in de andere hoek. Zij klopt ook de lijnstopter. Is het 5-0 voor SCAC. Tiende goal van Maasakker dit seizoen. Waarvan 8 strafcorners en 2 strafballen. En vlak voor tijd deze kans weer voor Zerbo. En dan is het de Fortuin die daar een strafcorner uitsleept voor SCAC. Vlak voor tijd dus de kans op de 6-0. Dit keer niet Van Maasakker, maar Suzanne Holman met een keihard schot. Dat zie je niet zo vaak meer. Maar ze haalt hard en doeltreffend uit en brengt SCAC op 6-0. De ploeg van Nette Van Maasakker wint heel makkelijk van Hurley met 6-0. Den Bosch in de zwarte shirts ontvangt hekkensluiter Groningen. Dit is de 8e minuut van de wedstrijd. Een variant van de strafcorner wordt benut door Frederike Matla. Zo is het 1-0 na 8 minuten. 11e goal van Matla dit seizoen. Dan een paar minuten later zit de actie van Matla. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Liedewe Welte en die rondt keurig af. En is het 2-0 voor de landskampioen. Groningen heeft het moeilijk. Won slechts 1 wedstrijd dit seizoen en wel van Pinoquet. Dan vlak voor de rust is dit weer een goede actie van Liedewe Welte. Sian Keil loopt mee en die krijgt ook de bal van Welte. En die heeft geen problemen om daar Kiepster Gunther voor de derde keer te passeren. 3-0 voor Den Bosch. En dat is ook de ruststand. Hier nog een keer die treffer van Sian Keil. Heel behendig teruggehaald. En een dippertje over Kiepster Gunther. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Groningen moet verdedigen en Den Bosch valt lekker aan. Hier zit Marloes Ketels met haar eerste treffer deze competitie. En dan is het 4-0 voor Den Bosch. Weer helemaal hersteld van haar enkel blessure, Marloes Ketels. Dan de strafcorner voor Den Bosch. Irene van Assem pikt ook haar doelpuntje mee. En zo is het 5-0. Goeie push van de Assem. Een paar minuten later weer een strafcorner voor Den Bosch. Dan is het wederom van de Assem die Kiepster Gunther passeert. Haar 8e treffer van dit seizoen, Irene van Assem. 6-0 voor Den Bosch. En dan vlak voor tijd, als Groningen nog iets probeert te doen, is het weer balbezit voor Den Bosch. Dan komt de bal terecht bij Lieke Hulse. En die maakt er uiteindelijk 7-0 van. Koud kunstje voor Hulse. Den Bosch wint heel makkelijk met 7-0 van Groningen. En door de nederlaag blijft Groningen de nummer 12 van de ranglijst. En dreigt degradatie voor de ploeg van coach Julian Steen. Huizen in de witte shirts, de nummer 11 van de ranglijst, tegen Oranje-Rood, de nummer 4 van de ranglijst. Huizen dus in acuut degradatiegevaar samen met Bloemendaal en Groningen. Terwijl Oranje-Rood in de race is voor de play-offs. Dit is een goede actie van de Argentijnse Maria Granato. Zij rondt het zelf af en passeert kiepster Van den Ende na 4 minuten al. 1-0 voor Oranje-Rood, goede actie van Granato. Die in de Pro League het Argentijnse team even vaarwel heeft gezegd om bij Oranje-Rood te gaan spelen. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Het is een strafcorner van Valérie Magie. Zij scoort haar 10e van dit seizoen en brengt Oranje-Rood op 2-0. Goeie push van Magie. In de tweede helft heeft de wedstrijd even stilgelegen. Een paar minuten vanwege de opkomende mist. Maar uiteindelijk kon de wedstrijd wel afgemaakt worden. Dit is 10 minuten voor tijd. De bal komt terecht bij Freke Moes, kerstverse international. En zij passeert Kiepster Van den Ende, die eigenlijk de bal even kwijt is. Maar het is wel 3-0 voor Oranje-Rood. Goal van Freke Moes. Klein foutje van Kiepster Van den Ende. En zo wint Oranje-Rood met 3-0 van Huizen en blijft het in de race voor de play-offs.
Pinoquet in de blauwe shirts ontvangt het HDM van de nieuwe coach Marieke van Doorn. Die goed startte, want ze won van Kampong met 1-0 en van Laren met 2-1. En nu dus tegen Pinoquet. Maar Pinoquet komt al snel op voorsprong. Het is Anna O'Flanagan, de Ierse international van Pinoquet, die de ploeg van coach Hans Oostindi aan de leiding brengt. Kansloos is keepster Remmerswaal. Zo is het 1-0 voor Pinoquet. Dan HDM met een goede actie in de cirkel. En dat levert een kans op voor een van de speelsters van HDM. En het is een strafcorner. Dit is Hans Oostindi, de afscheidnemende coach van Pinoquet. Uiteindelijk komt de bal terecht hier op de kop van de cirkel. En de bal gaat net naast het doel. Goede redding van Gunneman in het doel van Pinoquet. Een enorme kans voor HDM op de gelijkmaker. Ruststand in het Amsterdamse Bos is 1-0 voor Pinoquet. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Slordig uitverdedigen bij Pinoquet. Bal komt terecht bij Pien Dikke. Met een uitstekende actie maakt ze zichzelf vrij op de kop van de cirkel. En met een verwoestend schot klopt zij keepster Gunneman. En brengt HDM naast Pinoquet. Geweldig mooie goal van Pien Dikke. Het grote talent van HDM. Zo is het na een paar minuten spelen in de tweede helft 1-1. En gaat HDM natuurlijk op zoek naar de winnende treffer. Maar Pinoquet ook. Krijgt hier een vrije slag net buiten de cirkel. Het is Francis Westenberg die vrije slag neemt. En de bal binnen de cirkel in één keer erin schiet. Protesten van HDM. Want Westenberg moet 5 meter gelopen hebben buiten de cirkel. Heeft ze dat gedaan? Nou, volgens mij niet. Maar de scheidsrechter keurt dit doelpunt wel goed. En zo wint Pinoquet met 2-1 van HDM. En dit is de eerste nederlaag van Marieke van Doorn.